Dag wijnvrienden, welkom in mijn wijnhart bij mijn huis. En ik val op met de deur in huis met te zeggen van de reden waarom ik al die witte klaver laat staan. Je moet eens kijken, ze zitten vol met bijen. Het is op en af dat ze vliegen. Hier ook een beetje verder. Zijn er echt heel veel bijen die nu de eerste stuifmeel vinden om nectar van te maken. En we hebben de bijen zo hard nodig dat ik ze zeker nog een hele tijd niet ga maaien. Het is ook niet erg dat ze wat groter komen. En witte klaver heeft ook de eigenschap dat dat diep wortelt. En met een gecompacteerde grond kan het alleen maar goed gaan. Zoals jullie weten heb ik hier de zwartstroken. Een rij waar je in plant, dat heet een zwartstrook. Het is niet zwart, maar ze heten het zo. En de, tussen de rijen heb je dan eigenlijk een groenstrook. Ik heb er nog wat werk mee. Je ziet dat ik nu dat de graafwerken een heel brede zwartstrook gemaakt hebben. Ik ga die nog met de graskantsteker mooi hier mooi afsteken en de aarde ofwel in de zwartstrook brengen of eventuele putjes mee opvullen die nu hier in de groenstrook zitten, zodat ik mijn zitmaaier niet de hele tijd aan het wobbelen ben. Dus dat is zeer leuk om te zien. En ik ga jullie de stand van zaken geven van mijn wijnhaard. Ik heb hier een plantkoker, een beschermkoker bij de hand. Die kun je zo. Je moet hier gewoon op die klepjes duwen. En dan kun je die over een plant doen. En ik zal jullie tonen. Sarah heeft tijdens dat we naar hier kwamen ook al eens een plant gefilmd waar de kop uit is. Dus in principe, hier zijn allemaal landerijen achter ons, akkers. Waar allerlei knaagdieren zich schuilhouden. Dus het vermoeden is dat er hier wel konijnen zijn, maar misschien ook ratten of muizen. Ik weet het niet. Maar ik merk dat er regelmatig, ik had het bij de Cabernet Cortis gezien. Ik moet dat even zoeken. Dat er hier en daar, zoals hier, die voorlaatste stok Cabernet Cortis, dat de koppen van de scheutjes af weg zijn. Ik zeg niet dat ze afgebeten zijn. Tegelijkertijd, als de schade beperkt blijft, want ik zie het eigenlijk maar, ik ben een beetje paranoia, maar ik wil een goede start dit jaar van mijn wijnhaard. Ik doe elke dag mijn rondje en ik zie dat er een paar scheuten afgeknapt zijn, maar te weinig om overal nu al die kokers te gaan plaatsen. Dat zouden we dan zo kunnen doen, zodanig dat de konijnen of de daders van de onthoofding van mijn scheuten niet meer bij de plant kunnen. Maar je ziet dat het zonlicht belemmerd wordt. Je krijgt planten die gestrekter zijn. De ruimte tussen, en ik ga het eens proberen te tonen, Sarah, tussen de internoden, wat je hier ziet, dat is eigenlijk tussen de plekken waar een blad uitkomt. Dat is nu mooi compact. Als we ze in een donkerdere omgeving gaan plaatsen met die koker, dan gaat dat ook gestrekter worden. Er zal meer ruimte zijn tussen de internoden. En dat is niet per se wat we zoeken. Dus ik ga verder het in de gaten houden. Ik dacht ook van, kijk, als we mag eens meekomen, Sarah, als er knaagdieren komen, dan zouden die wellicht van aan de rand van de wijnhaard komen. Dit is hier de achterste rij, de verzamelrij, de overschotjesrij. Dit zijn een aantal stokken Monarch. En ik zie dat er hier, ja, dat de koppen intact zijn, dat die nog mooi aan het groeien zijn. Dus konijnen die van het weiland komen, dat ben ik eigenlijk al aan het uitsluiten. Misschien, dat is ook een mogelijkheid, samen met Seuren, mijn partner in wine, hebben we gisteren de palen gezet. Dat heb je misschien ook al opgemerkt. En misschien hebben we tijdens het verplaatsen, af en toe moesten we wel met de ladder wat navigeren en met een touw. Kijk, het touw, dat hangt hier nog. Dat touw was eigenlijk gewoon een metserstouw om de palen op een gelijke hoogte te zetten. Dat is redelijk goed gelukt. Er zijn ook geen schoonheidsprijzen te winnen met die palen als ze gewoon goed in de grond zitten. Dan ben ik al blij. Ik zal je straks nog wat uitleg geven over de palen. En misschien, met hier door te wandelen, hebben we die. Maar dat zou heel toevallig zijn dat we op dezelfde stok twee scheuten afgeknakt hebben. Dus ik had al gedacht aan zo'n wildcamera hier te plaatsen 's nachts om te zien. En zeker op dat stuk
waar ik die onthoofde scheuten gezien heb, om die daar te plaatsen. En dan, maar ja, ik heb geen wildlife-camera en tegen dat die hier zou zijn, is het misschien al te laat. Dus ik, wat ik nu doe, is gewoon elke dag patrouilleren. Ik denk dat de daders dieren zijn, muizen, ratten. Maar ik zie ook geen gaten, die grond is ook diep bewerkt geweest. Dus ik weet echt niet wat er gaande is. Laat ons het voorlopig het mysterie houden. Maar ik denk van de 334 stokken die hier staan, dat ik een vijftal stokken gezien heb waar het fenomeen plaatsvindt. En dat is voor mij te weinig om nu al drastische beslissingen te nemen. Want als het stokje onthoofd is, dan kan er eigenlijk wel nog gemakkelijk een zijscheut van het twijgje opnieuw gaan schieten. En dan kunnen we die gaan gebruiken voor volgend jaar. Hoogstwaarschijnlijk gaan we dan de stok toch terug op twee ogen zetten. En maakt het eigenlijk niet uit dat daar zijscheuten in zitten. Zo, ik ga ook nog tonen wat ik al verder gedaan heb. Ik heb al scheuten geselecteerd. Dat is een beetje vroeg eigenlijk. Maar ja, ik wil dat de scheuten in optimale omstandigheden groeien. En hoe ga ik te werk? Ten eerste, ik wil minimum 2 goede scheuten overhouden. Ik heb dit gesprekje een beetje verder daar bij een Pinot Gris ook gehad vorig jaar, maar nu kan ik het misschien nog wat duidelijker tonen. Ik heb minimum 2 gezonde scheuten overgehouden. En als ik er meerdere heb die uit dezelfde, ja, als het eigenlijk dubbele scheuten zijn, die uit hetzelfde oog lopen, dan probeer ik die te verwijderen. Natuurlijk, als ik maar 1 oog heb dat uitloopt, dan hou ik ze alle 2. Binnen een paar weken, en ik denk als de scheutjes ongeveer hier staan, dan ga ik ze opbinden. Dat ga ik dan ook wel nog eens filmen. En pas wanneer de hoed opgebonden is, dat we de dag erop zien dat er geen enkel probleem is met de opgebonden scheut, want die kunnen soms wel een knakje krijgen en dan sterven die af. Pas als ik zeker ben dat de goede scheut opgebonden is, dan ga ik de andere gaan verwijderen. En dan hopen we dat ze echt heel goed uitgroeien. En dat ze toch minimum de eerste draad halen. En in een ideale wereld, Sarah, let op dat je niet op scheuten trapt, want dan hebben we weer eentje minder. In de ideale wereld komen ze eigenlijk tot de bovenste draad. De draden moet ik nog spannen. Dus dat is ook eentje waar ik nog wat aandacht zal in besteden in mijn video's. Die onderste draad, dat is een belangrijke. Hè. Daar ga je altijd je afbuigers aanbinden. Wordt ook de plantstaaf aan vastgemaakt. Dus dat is ook een belangrijke. In de komende weken ga ik dat doen. Zo, hebben jullie nog vragen over hobby wijnbouw, de moestuin, wijn maken en dergelijke meer? Je kan deze onder deze video stellen. En je vindt ook heel veel informatie terug op www.wijnbouwweetjes.com. Zo, bedankt voor nu te kijken en tot de volgende keer. Bye.